Beste vriendjes en vriendinnetjes. Ik weet dat de meesten onder u van de nacht hun schoon gezet hebben. Vermaai, maar er van de morgen niks emmer in teruggevonden. Dat kwam door het feit dat ik van de nacht met mijn paard en heel mijn hebben en houden daar nog loze koepels in gestort. Ik dacht dat zonnepanelen waren, maar het was een koepel. Mijn paard is van de morgen afgemokt en ik lig na in de kliniek met een zware schedelbreuk, je ziet dat wel. Ze hebben mijn oor afgeschoren en een muts opgezet. Maar geen paniek. Dat komt allemaal wel in orde. We gaan dat regelen. Langs de andere kant zijn er ook twee mensen die oorzaak gespeeld hebben. Namelijk twee discjockeys, presentatoren van Radio Minerva. Met name de Lo van Put en de Jan van Dijk. Ze hebben hun schoenen laten uitvergroten bij de schoenmaker. Namelijk tot maat 62. Om zo uiteraard meer te krijgen van mij als goede Sint. Maar die ballon gaat niet op. Nee. Ik had dat wel direct in de mot. En daarmee dat die twee mannen voor 5 jaar gestraft zijn. Wegens fraude om de goede heilige man. Maar zelf dus de Sint. Dus de volgende 5 jaar krijgen die niks van mij. De andere mensen die van de morgen een lege schoon hebben gevonden. Ah wel, ik kon dat arrangeren. Want ik heb van de morgen naar Noorwegen gebeld. Op de Kerstna. En die is naar onderweg met zijn rendieren. Om toch de cadeautjes die ik u had willen geven en die je gevraagd had om mij te komen overhandigen. Maar dat zal natuurlijk met kerstmis zijn, want Noorwegen, dat is niet bij de deuren. Enfin, beste mensen, beste vriendinnetjes, beste vriendjes, ik wens u nog een fijn einde jaar met de cadeautjes die de kerstman, mijn goede kameraad, u zal bezorgen. Tot volgend jaar.